Het zat er al een hele tijd aan te komen, maar sinds dit weekend is het officieel. Max Verstappen is opnieuw wereldkampioen voor de derde keer in zijn carrière. In Qatar pakt hij zaterdag de wereldtitel al na de sprintrace. En dat is eigenlijk een beetje passend voor zijn seizoen. En zondag mocht hij dat dan vieren in een langgerekte, maar ook een heel afmattende ereronde. Sam de Jonge, dat Verstappen wereldkampioen wordt, dat wisten we al. Dat het gebeurt op een zaterdag na een sprintrace is misschien wel een beetje symbolisch voor zijn dominantie dit seizoen. Ze hebben dat volgens mij voor Geert Vermeers gedaan, hè, die zo'n fan is van die sprintweekends. Nee, inderdaad, het is redelijk tekenend. Het is een beetje zonder de flair ervan. En dat is een beetje hoe het heel het seizoen voor hem loopt. Hè. Laat ons het misschien niet helemaal juist inschatten wat die prestaties betekenen. Maar hij excelleert elk weekend en dat wordt bijna altijd beter. Dus ja, het is voor hem misschien niet altijd leuk om minder de shine ervan te hebben. Maar langs de andere kant is hij ook niet echt iemand dat ermee bezig is. Dus. Heb je een Verstappen-adept meegebracht vandaag? Ja, normaal moet ik mijn gasten zelf regelen, maar vandaag had de redactie het gedaan en ik kende hem niet echt. Dus ja, ik wist ook niet goed van hoe moet ik hem introduceren. Dus ik heb zo een eigen manier gevonden. Hier is je pet, Dennis. Hè? Hier is je bril en ook je room. Dat doet dus fysiek pijn, hè. Oh, fuck me. Het is nog maar 59 minuten, jongens. Kom aan. Er zijn dus mensen die enkel luisteren, die nu geen idee hebben wat er gebeurt. Nee, droom. Ja, heel sterk. Echt waar. Maar je mag het wel mee naar huis nemen. Dus Sam heeft een pet, een bril en dan een busje room op tafel gezet. Extra lichten, hè. Dag, Jeroen. Ja. Welkom. Ja. Goeiedag. Oh, wauw, dat is echt heel erg. Echt, Sam, ik weet niet hoe ik hiermee moet omgaan eigenlijk. Na een halve minuut al met zo'n woord moet ik komen. Het is echt zielig eigenlijk. Mijn je moet mij helpen. Doe een interventie. Oké, Jeroen, je hebt al eens in de paddock gezeten, een hele tijd geleden. Voor de mensen die toen niet geluisterd hebben of toen nog niet luisterden, wat heb jij met autosport? Eigenlijk heel veel. Ik ben als kind in een vat benzine gevallen. Maar dat is een ander verhaal. Ja, ik heb bloed in. Ik heb benzine in mijn bloed eigenlijk echt. Ik ben opgegroeid in de Formule 1. En ik zit nog altijd elk weekend voor mijn scherm gekluisterd. Dus ja, ik ben grote fan. En zelf raceervaring? Een beetje. Echt racen niet. Maar ik heb al wel eens op een circuit gezeten. Onder andere met deze lolbroek naast mij hier. Af en toe wel eens zelfs les gehad, denk ik. Dus ja, ik heb wel iets met auto's en ik hou wel van het circuit. Ja. En natuurlijk, ja, mijn beste vriend is Max Verstappen. Dat moet ik ook nog even meedelen. Dus ik denk dat ik daarom ben uitgenodigd hier. Absoluut. Eigenlijk is wat insights te kunnen delen. Voilà, droom. Vraag maar raak, hè, want ik heb hem gezien in Spa. Hebben we nog samen uitgehangen. En ik zie hem aan het lachen, maar dat is echt waar. Hij heeft mijn pet geantekend trouwens. Hij heeft ook eigenlijk al mijn kleren dat ik aan had geantekend. dus daarom, ik ben een grote Max Verstappen fan. Was hij sympathiek eigenlijk? Hij was heel down to earth, ja, heel toffe mens. Het was ook zo, we hebben een half uur kunnen lullen zonder journalisten erbij, ja. Zonder camera's. En dan merkte hij ineens wel van, ah ja. Dat is echt, dat is gewoon echt, ja, mijn beste vriend. Die babbelt over gewoon echt over stomme dingen. Ik vroeg van, gaat er nog naar Tomorrowland? En dan, ja, na de race ga ik nog gaan. En ik heb bijvoorbeeld heel stom, maar ik heb gevraagd of dat hem al ooit in zijn auto heeft gepist. Tijdens een race. En die, de antwoord kwam er direct uit. Zonder kan eruit gelopen. Ja? Oké. Dus ik moet echt stoppen nu, Sam, alstublieft. Maar nee, het is blijkbaar misschien interessant om te weten, omdat die zo hard zweten, dat dat eigenlijk niet gebeurt. Ja. Ja. Dus voor de rest, over de vrouwen en de kinderen hebben we gebabbeld. En over zijn dominantie. En eigenlijk, ja, heel dat team, want ik heb heel het weekend toen bij Red Bull meegelopen, toen al merkte van, dat is zo'n machine. Dus erom gehoord soms nu van de dominantie, ja. Van oeh, dat is saai en zo. Maar je moet het maar doen. Hè. Allee, ik vind eigenlijk moet ik kwaad zijn op de andere teams, omdat die soms de bal laten vallen. Er is niks moeilijker als aan een top zitten en blijven, zoals Red Bull dit seizoen heeft gedaan. Dus of dat hij op zaterdag wint, op zondag, dat maakt eigenlijk niet uit. Hè. Je moet kijken naar die machine die dendert voort. Dat is van A tot Z, klopt dat. Die zijn zo relaxed
omdat het werkt. Ze hebben de formule gevonden. Dus ik kan dat enkel maar ja, voor mijn pitch of afzetten. Ja. Ik denk eigenlijk dat de machine Max Verstappen inderdaad voor een misschien een beetje een fout beeld zorgt over wat die Red Bull-wagen kan. Dat is duidelijk de beste wagen. Maar het is ook wel enkel met hem erin dat het zo extreem dominant is. Ik bedoel, stel nu dat niet enkel Perez, stel nu dat je een ander duo zou hebben, hè, dan zou het misschien veel dichter gezeten hebben en zouden wij nooit geklaagd hebben over maar dat is zo. Het voordeel of de extreme dominantie ervan. Je hebt, die auto is een effectief, dat is een element. Ja. Maar je zit wel... Ik heb op weg naar hier, ik ben met een BMW 7, een andere BMW 7 voorbijgestoken. Dus dat is toch ook de factor... Proficiat, ja. Chauffeur. Dat er zit wel in. Dus je hebt twee dezelfde auto's, maar het is de chauffeur die het de verschil maakt. De chauffeur tegen die zijn een chauffeur. Voilà. Nee, het is eigenlijk ook iets wat we gewoon de afgelopen jaren hebben gezien. Hè. Hamilton was dominant in zijn wagen. Met Rosberg was er iets meer concurrentie. Maar daar was hij ook eigenlijk de sterkste. Hij was ook zoveel beter dan Bottas. Daarvoor Schumacher, die was ook gewoon overduidelijk de sterkste. Maar Vettel in zijn wagen. In dit geval is het niet enkel dominantie, maar het is echt een vernedering. Hè. Het is wegblazen. Is volledig aan het mentaal kapot gemaakt. Dat is echt pijnlijk. Hè? Dat is gewoon, dat houdt niet meer, gaat er niet voor mogelijk hoe hard dat je kunt leiden als teamgenoot. Dus... Het is meer dan dat zelfs. Hij heeft hem dit weekend gedubbeld. Maar dat is toch de grootste vernedering die er is. Maar ik denk echt, ik denk dat Max niet gaat stoppen voordat een Perez heel zijn familie en vriendenkring heeft kunnen vernederen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik denk dat Perez niet in zijn auto plast, maar misschien s'nachts in zijn bed zo van de slechte dromen. Maar wordt die wereldtitel van Verstappen daardoor niet een beetje onderschat door zo de mensen die het wel volgen, maar die er niet helemaal in zitten? Ongetwijfeld. Sowieso, hè. Dat ik denk. Zo. Ik denk dat iedereen gewoon... Objectief gezien, iedereen wil een spannender seizoen. Het is gewoon leuker om niet op voorhand te weten wie er gaat winnen. En dat is nu wel het geval. Dus dat kun je nog wel snel beu worden. Je kunt er verzadigd van geraken. Op zondag beginnen kijken en Verstappen al twee bochten is weg. Ja, er gaat niet veel aan gebeuren. Maar, want hij maakt ook geen fouten. Maar dus... het is niet in de tijd met Brown en zo, met een diffuser. Iedereen wist van, ja, het is... Het is de piloten, maar ook wel de diffuser. In dit geval... Is het, als je ziet welke omstandigheden, regen... Het is altijd, hè. Echt zondvloed, zelfs zand op de baan nu dan. Het is in elke omstandigheden zit hem vooraan. Ja. En blijft hem zijn eigen pushen. Ja, ik vind dat echt ongelooflijk. Ja. Ja, en als je concurrenten ook al alleen maar lovende woorden over u hebben, dan weet je eigenlijk ergens genoeg. Lando Norris die ook gezegd heeft van ja, hij is zo goed op elk vlak, niet veel rijders kunnen dat. En vooral, hij heeft geen zwakke punten. Oké, ze komen goed overeen. Norris en Verstappen. Maar ik denk nog altijd, als je in hetzelfde wereldje zit, een van de 20 rijders bent, dat je zo'n compliment liever niet geeft over iemand waar je tegen rijdt. No. Nee, inderdaad. Maar je kunt eigenlijk niet anders als dat respect echt intrinsiek juist is. Hè? En als dat klopt en als je dat echt voelt. Dus Norris is natuurlijk ook iemand die dat kan. Niet alle piloten kunnen dat toegeven. Het zijn goede vrienden, dus dat is al makkelijker misschien. Maar het is inderdaad, als je zelf in de situatie zit als piloot, op dat niveau... Dan snapte dat je sowieso soms steken laat vallen. En dat je dan van dichtbij kunt meemaken dat zo met de Max Verstappen dat niet doet, ja, dan kun je niet anders dan loven. Ja, en plus het element, hij zit zoveel voor op de rest, maakt het eigenlijk ook moeilijk. Hij kan enkel tegen zichzelf vechten. Mm-hmm. Er is geen haas voor hem, hij heeft geen punt waar dat hem naartoe kan rijden. Het is, ik heb soms de indruk, want omdat het mijn beste vriend is en hij had mij uitgenodigd in Spa. Ik zat met de teamradio op, dus ik kon alles horen. En hij was in een bepaald moment, na de pitstops en zo, zit hem derde plaats of tweede. En gehoord echt dat hij eigenlijk blij was. Dat hij dacht, eindelijk. Van, ik kan eens terug een beetje gaan racen. En hij stelde ook direct het team gerust van, geen probleem, mannen, echt al lachend. Hè. Binnen een paar ronden heb ik hem. Dus gevoelde ineens dat hij was blij. Die kon terug de racer in hem, kon terug naar boven komen. Terwijl als je altijd vooraan... Dat is een ander soort race dat je rijdt. Hè. Maar dat was in Spet, toch? Die redelijk komische interactie tussen hem en zijn ingenieur. Hè? Dat is daar zo begonnen. Ja, hè? Dat hij zo van Max serieus blijven. Ja, inderdaad. Ja, gevoeld wat spielerij is. Hij is er bijna mee aan het spelen. Dat is ook iets dat we dit weekend hebben gezien. Hij was een van de weinigen dat niet extreem moe was. Omdat hij gewoon overschot had. Hè? Ja. Die laatste ronde of die voorlaatste ronde heeft hij de snelste racingronde gepakt. En die heeft gewoon een seconde rapper gedraaid, snap je? Een seconde in een raceauto is echt heel veel. Dus dat betekent dat hij gewoon een seconde trager reed, al heel de tijd. En dus eigenlijk niet zo zwaar had. Dat is echt... Het mentale komt er inderdaad ook bij, want het is niet gemakkelijk. Het lijkt gemakkelijk om constant vooraan te rijden. Ja. Maar als je
echt een racer bent, als dat zo in je bloed zit, dan is dat volgens mij net heel moeilijk om die motivatie te blijven vinden. En dat gaat voor een jaar, voor twee jaar, maar het blijven vinden, dat is... Dat is heel moeilijk, denk ik. En je hebt geen richtpunt. Hè? Allee, Sam, als jij een race rijdt, ja, je hebt 85 auto's voor je. Je hebt een doel, elke ronde kan opschuiven. Maar ja, ik denk dat dat niet onderschat mag worden. Als je heel het vooraan zit, dan maakt het iets moeilijker soms, mentaal. Ja. Hij heeft gezegd dat hij voor zijn 30ste 4 wereldtitels wilde. Heeft hij ooit gezegd. Hij zit er aan 3, hij is 26. Heel goed op schema. Is goed op weg. Vooral 3 op een rij, dat is... Want 3 wereldtitels, daarmee komt hij in een select groepje. Maar 3 op een rij, dat is nog iets uitzonderlijkers. Hè? Fangio, Schumacher, Vettel en Hamilton. De enige 4 anderen die dat gedaan hebben. En wat mij dan vooral opvalt, ja, 4 daarvan zijn na de eeuwwisseling. Zegt het ook iets over hoe de sport toch geëvolueerd is? Door die periodes, door die eras eigenlijk die er zijn, bepaalde reglementen die inkomen. 1 team heeft het helemaal goed onder controle. Die hebben een historisch goede rijder, die combinatie. En dan kan niemand daar voor een paar jaar aan. Ja, plus ook het feit dat in de tijd van Fangio dat ze zelfs geen veiligheidsgordels hadden. Fangio, dat ze er gewoon ook stierven elke weekend. Ze konden 3 seizoenen gewoon overleven. dat was al een grote kans. Hè, dat je dan en technisch, hè? Ik bedoel, uiteindelijk, die auto's gingen vaak kapot. En die zijn gewoon betrouwbaarder en betrouwbaarder geworden. Als je nu naar auto's kijkt, de motor zien opblazen. Dat gebeurt niet meer. Hè? Dat gebeurt heel spijtig. Ik vind dat altijd wel erg zo spectaculair. Maar dat wordt minder en minder het geval. Dus ja, het is ergens de meer kans om dat... Plus ook door het feit dat het allemaal ook de digitale wereld is aan iedereen heeft gedaan. Ik denk dat het heel makkelijk, veel makkelijker is om elkaar af te kijken. Ja. Goede foto's te pakken door computermodellen te draaien, terwijl vroeger in de tijd van Fangio, ja, begin maar, hè, een schilderij maken van, dat is allemaal... Er zijn nog wel een paar decennia tussen geweest, ook tussen Schumacher en Fangio, er zijn nog wel wat periodes geweest. Senna is er nooit in geslaagd om er 3 op een rij te winnen, Prost is er ook nooit in geslaagd, Lauda ook niet. Ook legendes in de sport natuurlijk. Het heeft allemaal, het is ongenuanceerd dat ik dat nu zeg natuurlijk, want elk seizoen heeft zijn gebeurtenissen. Maar technische vooruitgang was toen ook aan een veel hoger tempo. Allee, overal in de wereld, hè? Maar de technische ging met sprongen vooruit. Dus ja, toen was dat bij teams. Die vonden soms iets extreem. Ja. Actieve ophanging. Ja, holy shit. Dat is nu natuurlijk... Ze zitten echt met zo'n halve procentjes te werken. Die marginal gains dat ze zoeken. Dat is ook wat ik... Die sport is in die zin ook wel een pak moeilijker geworden. Hè? Die is veel technischer geworden, maar die verschillen zijn zo klein. Ja. Het jammer aan dit weekend, als je het mij vraagt toch, is ja, je hebt een wereldkampioen in een miljardenorganisatie als de Formule 1, gerund door Amerikanen die het weten hoe je een show moet verkopen. En ze weten, Max Verstappen wordt waarschijnlijk zaterdag wereldkampioen. Hoe lang wisten we dat op voorhand? Al 2 weken? Mm-hmm. En er wordt... Waarschijnlijk al 3 maanden. Ja. Er wordt amper iets mee gedaan. Je hebt een paar van die banners die erop komen, hè, mooi vanuit de lucht om te zien Verstappen wereldkampioen. Maar dan krijgt hij als enige gewoon dat plakkaatje met die nummer 2 op, omdat hij tweede was in de sprintrace. Dat is het. Het is awkward. Ja, er zit toch iets origineels? Dat zit raar. Maar in Qatar, is er alcohol? Nee. Dat is geen alcohol. Dat heb je gezien. Het podium gisteren was dat zo, dat roze water. Ik weet niet wat dat was, maar dat spoot ook totaal niet. Ja. Nee. Dat was heel... Ja, dat is jammer, hè. Maar ja, dat is effectief. Ja. Ik had daar meer van verwacht. Vooral in deze Drive to Survive. Allee, snap je, Ben? Sommige dingen mogen niet meer lachen omdat het niet goed is, maar dat was toch... Nee. In elk geval, daar hebben ze toch iets laten liggen, ja. Ik vind het vooral straf, zo'n organisatie. Als je kijkt wat Amerikanen doen in de NFL, NBA, baseball, daar weten ze wel om de show te verkopen. En op zaterdag, ze weten, er is geen podium. Laat dat podium dan ook in mijn ogen niet in beeld zien. Ja. Constant liet ze dat in. Zet die gewoon, hij is wereldkampioen. Zet hem dan voor 1 keer gewoon op dat podium. Laat hem even vieren. Zijn trofee, ze geven dat pas op dat gala. Vind ik ook een ozel. Stel ervoor, Messi wordt wereldkampioen. Dat is zo kwaad worden. Dat is het diepste. Nee. Maar ik begrijp dat gewoon niet. Stel je voor dat Messi wereldkampioen wordt. En dat ze zeggen, na de match, na de finale, je krijgt een beker nog niet. Volgende week is het gala. Dan krijg je die wereldbeker. Dan mag je die pas omhoog steken. Dat is toch een ozel. Maar is dat ook niet wel een stukje, omdat dat moeilijker is met Formule 1-piloten, om zo dat te bereiken ermee? Dat is wel een beetje een meer nerdy sport, als je die sporters bekijkt. Of bekijk basketballers, snap je? Daar hangt een heel persona rond en die persoonlijkheid, en die zijn dat gewoon. Die komen ook binnen zo in stijl. Formule 1-piloten, buiten Hamilton en een aantal, zijn redelijk incognito eigenlijk, dat die binnenkomen op het circuit. Dus die maken er sowieso al geen show van. Dus ik denk zelfs als de organisatie zou zorgen voor dat show-element...
Ik weet niet wat zou overkomen. Zoals in Miami dit jaar, met die intro's. Mm-hmm. Ik vond dat op zich goed dat ze dat proberen. Maar kijk hoe de meesten erop reageren. Dat is awkward, hè? Maar mogen ze een donuts en zo... Mag dat eigenlijk al terug? Dat is ook zoiets, hè? Alleen in Abu Dhabi, hè? Na de laatste race. Ja, dat is er met drie op dat rechtstuk. Dat is al elk jaar hetzelfde. Ja. Drie donuts. Dat is het enige moment dat ze dat doen. Maar inderdaad, waarom laten ze dat nu bijvoorbeeld niet toe? In MotoGP? Daar zitten ze gewoon in de vrije training op één wiel te rijden. Ja. Kunnen los op hun bekken gaan, maar dat mag. Voordat ze effectief quali moeten doen. Dat vind ik zo'n verschil. Ja, ik vind dat ook voor de mensen die daar zitten, is dat toch wel toch meerwaarde, denk ik, als je iedereen donuts ziet doen. Maar ik denk dat Van Pirelli niet mocht dit weekend, want de banden gingen eigenlijk al bijna kapot. Dus iedereen mocht maar twee donuts voor het weekend. Twee donuts aan kassa 2 tot twee donuts. Maar dat vind ik wel jammer, in die zin dat er zijn zoveel regels gekomen, zoveel restricties. Ja. Soms denk ik van de geest van Formule 1 is een beetje verdwenen. Ja. Je moet er ook wel zeggen natuurlijk, bij Red Bull en Verstappen zelf was de euforie ook niet echt heel groot. Hè? Nee, omdat ze het zo hard hadden zien aankomen en Perez gaat er dan af. Ja, kunnen niet door zijn eigen fout voor een keer. Ja. Maar daardoor was Verstappen al gewoon zeker dat hij zo de wereldkampioen werd. Normaal gaat hij af door zijn eigen fout. Eigenlijk had dat al feest moeten zijn, hè? Omdat dat niet door zijn eigen fout was. Ja. Maar... ook een podium. Ja. Die heeft, want hij is gedubbeld aan het overstappen, maar wat een miserabel weekend. Wel een seizoen eigenlijk. Ja, seizoen. Zeg maar, heel seizoen. Ja, ik snap het gewoon niet meer. Elke week denk ik van, het kan niet erger. Toch. En dan het weekend erop, toch. Dus hij vindt manieren om het is, hij heeft ook soms ook gewoon pech. Hij zit echt in de... Ja, zelfs geen hoek waar er klappen vallen. Dat is gewoon, ik weet niet wat er aan de hand is. Je wilt die gast niet zijn, hè? Allee, je wilt zo ergens elke racepiloot zegt zo, maar ik zou wel Sergio Perez willen zijn, de beste raceauto zitten in Formule 1 en keiveel betaald worden. En nu zelfs zijn wij zo, ben toch blij dat ik niet in de Formule 1 in zijn plek zit. Dus. Ja, maar ik vraag me af in welke zin, wat dat er mis is. Die mens kan wel rijden. Die is zijn vertrouwen volledig kwijt en dan heeft hem nog eens pech. Maar in hoeverre, als je ziet, bijvoorbeeld, hetzelfde als met die track limits. Iedereen heeft er wel mee te maken en zo. Maar dan, dus Verstappen, nul. Verstappen, geen probleem. Ja, die rijdt ook niet achterin natuurlijk, heeft minder contact, maar geen problemen, niet van de baan gereden worden. Alles klopt daar bij hem. En dat is precies dat, hoe noemt hij die film weer met die twins? Dat de tweelingen, ene Arnold Schwarzenegger is alles. Okay. En Danny DeVito is... Hè, al het negatieve zit in Danny DeVito. Ik denk dat we eigenlijk dat fenomeen nu zien. Maar is dat niet uiteindelijk, als je die track limits ziet, uiteindelijk is gewoon omdat je buiten je capaciteiten aan het rijden bent? Dat zullen jij wel weten. Maar hij is er drie keer voor bestraft geweest, hè, Perez. Ja, dat is wel echt extreem. En dan was vorige keer was te snel in de pitlane. Allee, zo ook allemaal van die dingen dat je denkt, allee, dat is toch... Want dan kan je zeggen, de wagen ligt Verstappen beter. Dat is allemaal goed en wel, maar dat staat er toch los van. Gewoon, dat is gewoon technisch. Dat is op het juiste moment op een knopje drukken. Dat laat merken, allee, voor mij laat dat merken, dat je niet gefocust bent op de juiste. Dat je misschien zo onder druk staat, dat je enkel... Want denken zij over die snelle rondentijd. Daar moet hem al zijn energie in steken. Waardoor het hem zo'n belachelijke stomme foutjes maakt. Dat hij eigenlijk ervoor niet maakte. En al zijn voordelen of al de dingen die hij goed kon, die vallen ook weg. Tire management, niks valt nog op. Wat hij vroeger wel had. Waardoor het hem ook bij Red Bull terecht is gekomen. Dus die jongen zit echt in een heel moeilijk moment. En dat vind ik wel waar Red Bull niet goed toe. Die helpen u dan wel niet. Allee, dus... in de eerste plek, ze duwen al u bijna in die put. Ja, maar gisteren ook zo, de commentaars en radioboodschappen waren ook van, je bent ons niet onthelpen. This is ruining our race now. Je bent ons echt niet onthelpen, maat. Dat is ook iets dat je niet wilt horen dan. Maar in hoever kun je een heel seizoen blijven zeggen, come on, hè. Ja, dat is waar, maar die Red Bull-organisatie is ook wel een organisatie zo zegt van, bij ons, als er extreme druk komt, dat is wanneer je bewijst dat je hier thuis hoort in onze familie. Ja. En als je dan laat zien dat je dat misschien niet helemaal hebt... dan verlies ook alle confidence van ons. Dus het moet niet gemakkelijk zijn om ten eerste een teamgenoot te zijn van de beste piloot momenteel en een van de grootste aller tijden. En dan zelf in een negatieve spiraal te zitten. Ja, in zo'n team. Die radioboodschap vond ik ook wel heel opvallend, inderdaad. Van, maat, je bent onze race niet beter aan het maken. Hè? Dat hoorde echt heel weinig. Heel cynisch, eigenlijk. Zo nog meer tranen.
Maar dat wil je echt niet horen in die auto. Zeggen van, moet dat onder druk zetten, vooral, dat is één, dat hoort erbij. Maar dat... Omdat je ook weet dat die dingen worden ook... elke kijker krijgt iedereen dat te horen, dat wordt opgepikt. Dus je maakt je piloot belachelijk aan het maken eigenlijk. Voor heel de wereld. Hè. Ja. Het vertrouwen ook een beetje opzeggen in die piloot. Zo kwam dat voor mij toch eigenlijk wel. Ja. Die track limits was wel een van de verhalen ook van dit weekend. Sam, hoe kan het eigenlijk dat de beste rijders die er zijn, zouden ze toch moeten zijn, hè, als je in de Formule 1 zit, hoe kan dat die zoveel moeite hebben om die track limits te respecteren? En dan zeker op zondag, want in een quali dan ga je voluit, dat is toch anders. Maar op zondag, je rijdt 57 rondes. Je kent dat circuit na een tijd echt wel van buiten, zou ik denken. En toch blijven er zoveel rijders die fout keer op keer maken. Hoe komt dat? Ja, ik denk initieel, ze hebben de curbs uiteindelijk aangepast. Ze hebben het bijgeschilderd door heel het probleem met de banden die kapot gingen op dat type curbs, wat ze op geen enkel ander circuit ter wereld hebben. Toch niet waar de Formule 1 rijdt. Er worden een soort van piramidevormige structuren op het einde van die curb. Dus toen ze het nog niet hadden aangepast, als je een track limit pakte, ging de over dat deel en dan ging de letterlijk te breed. Beschadigde ook een stuk de vloer van de auto. Dus dat was een heel duidelijk gegeven van, je kon niet zo ver gaan. En als je zo ver ging, dan was dat echt per ongeluk in die zin. Maar omdat ze dat hebben bijgeschilderd, kon eigenlijk nu veel gemakkelijker die track limit pakken, zonder echt een gevolg te hebben voor je racelijn of voor je auto. Dus het werd sowieso wel sneller uitgelokt. Plus, waarom dat de beste piloten ter wereld dat kunnen pakken, is eigenlijk net omdat ze heel hard aan het pushen zijn. Snap je? Van, enerzijds, dat gaat niet over rijkwaliteiten. Hè? Het gaat net over hoe ver proberen te gaan. En Formule 1-piloten zijn nu eenmaal... ze zijn zo geprogrammeerd, zoals de meeste racers, om heel ver te gaan. Dus het is eigenlijk net logisch dat die dat wel doen. En dat was gisteren, denk ik, uitzonderlijk, omdat je zat met de 3 pitstops. Ja. Eigenlijk waren we aan het kijken naar een gigantisch lange sprintrace. Exact. Iedereen is ook mottig geworden. Dus je zit met mannen die in gigantische hitte op een heel snel circuit echt elke ronde aan het pushen zijn. Ja. Dan krijgen die kunnen niet even inhouden. Die moeten gewoon pushen. Ja. Allemaal mottig ook waarschijnlijk. Je zit ook al die auto, hè, omdat ik nu per ongeluk, Max, mijn beste maat is. Maar die auto, als je daar van dichtbij naast staat, wat ik dus regelmatig doe, dat is een boot. Hè. Dat zijn gigantische dingen. Je kunt zelfs je banden amper zien. Dat is, laat me, wij zien zo op de tv, 3 mm, over de limiet gegaan. Maar die mannen, laat staan dat je in die hitte met je helm vol braaksel, dat je dan nog moet zien waar dat die limiet ligt. Ik denk, dat is heel normaal. Daarom, ik weet, ik kan misschien een bommetje droppen, maar ik kan er veel mails krijgen, maar ik ben tegen tracklimieten. Ik zou zeggen, fuck it, schrap dat. Ja. Laat racers gewoon racen als die willen een kleine omweg via het volgende dorp. Dat is de lokale kruidenier. Ja, dat maakt niet uit. Dat is, maakt het ongemakkelijk. Hè? Zet daar inderdaad van die vibreurs of een beetje zand. Of grind, inderdaad. Of grind, maar laat racers toch een lijn pakken. Dat maakt toch niet uit. Allee, ik zou daar veel meer in de oude sfeer van Formule 1... Ja. Waar gaan we naartoe? Gaan we nu elke bocht op elk circuit gaan we er camera's zetten? Met zo bij de voetbal. Zo, wat is dat? Eagle Eye? Hawkeye? Ja. Op een duur. Het is absurd. Je bent aan het kijken naar een race. Je ziet, die track limit zoveel. Mm. Die krijgt zoveel strafpunten. Nadien, de dag erop, zie je, die is nog een plaats verloren wegens. Het is veel te ver gekomen, denk ik. Het moet stoppen. Ja, het moet stoppen nu. Moet echt stoppen. Kwaad. En de politiek doet er dus niks aan. Laten we niet over de politiek beginnen. Ik zou liever eens een wedstrijd zien van mannen, maak niet uit, doe maar. Ja, zolang dat ze geen tijd winnen en bochten afsnijden, dat kunnen we wel makkelijk bepalen. Hè? Ja, maar dat is een beetje het ding. Want anders gaat je gewoon bochten hertekenen en gaat als piloot zeggen, ik vind de Redion in Spa eigenlijk gewoon een recht stuk. Ja. Dus ik doe dat zo. Maar dan moeten wij ervoor zorgen. Allee, wij, zeg ik dan. Moeten we samen een gracht graven. Dat is, je maakt het, dat je de kans bestaat dat je vloer volledig aan de kloten is, als je dat 3 keer doet. Hè. Ja, er moet een natuurlijke barrière komen. Voilà. Zoals in de zoo eigenlijk, met dieren en zo wat water. Ja, dat ze niet naar de omheining zwemmen. Ja, of publiek zetten, hè. Nog beter. Verkoop die ticketjes goedkoper. Dat is vroeger, maar in Le Mans is dat fout gegaan. Echt gewoon zeer goedkope ticketten aan de rand van de bocht. Mercedes is niet gevoelig. Ja, ze hebben er wel iets aan proberen doen, hè, aan de track limits. Je zei het al, ze hebben die een beetje aangepast daar bij de curbs. Maar vooral, ze hebben zaterdag de rijders effectief gewoon wat extra tijd gegeven om dat parcours wat beter te leren kennen. Dat had ik nog nooit gezien. Ja, verkenning. Ja, droom, het is een beetje... Echt een verkenning, ja. Ja.
is wat, ja, paniekvoetbal is dat eigenlijk. Hè. Dat is echt zo van, oeh. Ja. Terwijl, effectief, hoe lang weten ze al dat ze daar gaan racen? Dat snap ik ook niet. Ze hebben nu een contract van 10 jaar, dus ze zullen het wel aanpassen. Maar dat zijn allemaal dingen van, ja. Komen die daar effectief vrijdag met de piloten aan? Goeiedag, we zijn er. Hè. Eens even rondkijken. Gaan we eens een wandeling maken? Ja, die zouden het ook moeten weten, die curbs, die piramidecurbs, want dat is niet zo goed voor die banden. Misschien dat we dat niet moeten dat leggen. Toch, ja, maar initieel dus, op donderdag bijvoorbeeld, zeiden zowel Lewis Hamilton als Verstappen na de trackwalk te hebben gedaan, gewandeld over het circuit. Dat is eigenlijk wel goed, die piramidestructuur. Dat gaat er inderdaad automatisch voor zorgen dat als je te breed gaat en dus een tracklimit pakt, dan is die tracklimit, die lijn is niet meer belangrijk. Want je gaat sowieso je auto beschadigen, dus je gaat niet zo ver willen gaan, dus je gaat dat niet proberen. Maar dat is toch iets anders uitgedraaid. Hè? En zover dat Pirelli inderdaad schrik had van die banden, die gaan je delamineren, dus het oppervlak gaat loskomen van die zijstructuur van die band. Want er wordt eigenlijk gewoon tegen een zeer hoge frequentie zo hard tegen gebokst. Dat is wat een band eigenlijk nooit meemaakt. Dat is ook niet zo gebouwd om dat te kunnen weerstaan. En die werden nog gerust. Dus ik vind wel dat ze pragmatisch hebben ingegrepen. Ze hebben beter opgelost dan in Amerika toen. Ja, laten we maar 5 auto's rijden die niet meer onze banden zijn. Hier ging dat natuurlijk niet wat om een Pirelli. Dat is een betere oplossing. Maar je krijgt wel een race. Ik heb er nu niet echt van genoten, denk ik, gisteren. Het was te... Zaterdag was tof. Hogere wiskunde. Zaterdag was heel tof. Die sprintrace, ik ben niet altijd fan van sprintraces, maar zaterdag vond ik echt heel leuk om te zien. Ja, maar is dat dan zo? Ik weet niet. Ik stelde mij wel de vraag van... Ik vond wel dat fysieke aspect en het feit dat quali-rondjes waren... Het was niet leuk om te weten... Binnen 5 ronden moeten binnenkomen, dus strategisch is er niks mogelijk. Maar wel, je weet wel... Dat ze op die band tenminste mogen doorgeven, terwijl ze vaak in de race zo zeggen van het moet wezen. En je ziet 5000 keer inhaal beweging. Allee, je hebt heel veel actie op de baan, maar op een bepaald moment is Albon eerste. Dat is eerste. Dan denk ik, oké, goed, maar allee, je voelt gewoon dat het klopt niet. Het is, en je merkt ook dat... Soms is het tof, vind ik, om te kijken naar een piloot die andere bandentypen heeft, die zijn een band kan sparen. Bijvoorbeeld Alonso kan, Verstappen ook en zo, die hebben het talent om een band langer te laten meegaan. Ja, dat klopt. Dat verliezen, hè. Als je zegt iedereen moet 19, dan is het gewoon volle gas. Hè. Dat strategisch iedereen element is absoluut volledig weg. Volledig weg. En dan mis ik zo, het menselijke zo talent aspect. Ja. Nu is het gewoon knallen. En ja, wel, er heeft iemand, en ze hebben het wel goed meegegeven. Er stond altijd bij, die moet voor zoveel... Maar het is niet gewoon 19 ronden vol een bak. Het hangt eraf welke banden dat je hebt. Hè. Voilà. Ah, deze banden hebben 5 ronden al gereden. Dus dan moet eraf dat... Op een duur zitten te kijken. Nou, volgende maand is er de uitslag. Hè. Nou, dat waren lange berekeningen. Dat exact. Ik vind wel, wat ze vaak te weinig doen, is tenminste de kijker meegegeven hoe het zat. Dat is moeilijk. Wat ergens zo niet meer spannend maakte, want... Ah, Piastri komt dus binnen 4 ronden binnen, dus die verliest aan zijn plek. Maar anderzijds is het ook vaak dat ze niks zeggen en dat je dan zo het niet begrijpt van, maar wacht, kan hij niet dezelfde banden zetten als Verstappen? Ah, wel, dus en dan denk ik aan de Drive to Survive van, hè, waar ik op neerkijk. Ja, ik zal het niet allemaal zeggen. Dus de mensen die er zijn bijgekomen, hè, met Drive to Survive, iedereen welkom, heel tof. Maar ik denk dat de race van gisteren, dat voor die mensen geen cadeau was. Dat je begint uit te leggen, maar wacht eens, die heeft zachte banden, oké. Okay, maar die gaat nu al binnen, wat hij had. En dan, wacht, je snapt gewoon niks meer. Ja. Dus ik denk dat dat iets moeilijker is. Die zijn ze kwijt. Ja, dat dat wel vloeken is om dat uit te leggen aan zo iemand. Maar ja. Ja, klopt. Wat er ook bij komt, de banden, 1 ding. Die curbstones en tracklimits, 2. En je zei het al, net Jeroen, die omstandigheden. Een paar mannen die mottig zijn geworden in de wagen. Ocon heeft letterlijk overgegeven in zijn helm. Sargeant die was gewoon aan het zwalpen, omdat hij zo slecht was. Die is effectief ziek geworden, gewoon door de hitte. Die handen van Russell, die hij gewoon even liet koelen op zijn stuur. Ik heb dat in een Formule 1-wagen nog nooit gezien, dat iemand zijn handen echt op zijn stuur legt om... Koele wind is het ook niet, het was 32 graden buiten. Ja. Dus onder Johnny zo, dacht van... Even wat gaan... En dan veel die mannen die een klep van hun helm ook nog even open zetten gewoon in de pits, omdat het zo warm was. Ja. Gaat dat echt geholpen hebben? Die warme wind die dan binnenkomt? Had zich misschien veel zand. Over hoe warm het in... Ja. Ineens gezicht gezandstraalt. Nee, maar je ziet af en toe Russell. Hè, je ziet die binnenkomen, klep knopen en dan rijden. En dan je ziet tot wanneer dat hem denkt van... Oh ja, dat helpt niet. Dan snel terug toe. Ja, dat was heel extreem. Heel extreem. Oké, dat is geknipt waarschijnlijk. Maar nee, effectief, ik moet wel zeggen...
Ja, ik heb ook al eens bijna in een helm overgegeven. Ja. Op zolder. Maar ik kon toen gewoon de pits inrijden en even stoppen. Maar dat was toen nadat je in de spiegel had gekeken, niet? Dat je echt heel mottig wordt geworden? Of ik kan gewoon nu met u praten. Ja. Dus, maar ik ken het gevoel van het, als je mottig bent, dat is verschrikkelijk. Laat staan dat je tegen die snelheden, als je dan nog gezegd, ik weet niet wat hem gegeten heeft, maar als je echt moet braken in hun helm. Hij heeft zich wel helemaal gegeven, hè? Allee, dat kun je... En, ja. En in welke ronde ook? Als je dan ook 30 ronden in moet rijden? Of ja, ik dacht, maar eerst de eerste ronde zeker? Of op de eerste remzone. Nee, echt, ja, de regel. Als je moet braken, kun je beter iemand anders een helm braken in de nieuwe. Want het is verschrikkelijk ongemakkelijk, denk ik. Zo voor de start bij Gasly. Maar ja, die mannen, ik denk dat we ook wel een limiet hebben bereikt. Van, als je ziet, Formule 1-rijders zijn ook wel topatleten. Ja, ja. Dat is echt... Ik weet niet, wel, mensen weten dat misschien niet, maar die zijn echt... Je kunt die rangschikken bij de... Meest complete. Top, ja. Complete atleten. Het is niet zomaar even in een auto zitten. Nee. Zoals heel veel mensen vaak denken. Stuur draaien. Nee. Kruipt gewoon eens in een rollercoaster in een van de pitpark en dan moet je zelf niet eens iets doen. En doet dat 2 uur lang. Doet dat 2 uur lang. Je moet zelf niet eens dat ding in de juiste richting sturen. Dus ook zien dat je niet doodgaat, bijvoorbeeld. Of door niks te raken. Dus je moet gewoon meerijden. Allee, dat alleen al is zeer zwaar voor je lichaam. En dat is niet eens 2 of 3G, dat is 1 of 1,5G. Dat was ook wel gevaarlijk, eigenlijk. Een sergeant, wat die op een gegeven moment aan het doen was, hij kon daar zelf niks aan doen. Trom, ik denk, maar die laatste ronde, voor hij binnenkwam, hij mist daar gewoon volledig zijn bocht. Hij vertraagt helemaal gewoon dat hij niet meer kan. Maar die was echt op een punt geraakt. En wij weten dat nog iets meer in dichte auto's, eigenlijk, waar de G-krachten iets minder zijn door de lagere bochtensnelheid, maar nog altijd wel snel natuurlijk. Maar soms bij ons wordt het ook 50, 60 graden. En als je dan geen airco-systeem hebt, bijvoorbeeld in de Porsche Cup waar we de 24 uur mee rijden, heb je dat niet. En je hebt dan 50, 60 graden in de cockpit, dubbele stint, 3 uur bijna. Je brandvrij ondergoed. Na een tijd krijg je het zo warm, dat je hersenen zo opwarmen, dat je echt bijna hallucineren is veel gezegd, maar je begint echt zo... Uw warme persoonlijkheid ook. Mijn warme persoonlijkheid, exact. Ik ben blij dat je dat ook wel ziet. Ja, tuurlijk. Ondanks alle... kritiek en het feit dat je al 5 keer hebt gezegd dat Max Verstappen hun beste vriend is. En dat dus ik en niet. Nee, is dat wel zo? Je begint zo bijna te eilen. En ik denk, dat is exact wat we hebben gezien bij Sergeant. Want uiteindelijk, die moest gewoon binnenrijden. Hè? Ja, die begon zo te zwalpen. Ja. De Formule 1 moet deze wel serieus nemen. Ik denk het ook. Als Alonso al zelf zegt, mijn gat staat in brand. Dat vond ik dat het beste. Dus de pitwall zegt van, we zullen even nadenken. Ja. En, kom maar binnen, we zullen nadenken. En niks doen. Nee, niks doen. Hè. Gewoon boem, boem. Ook niet proberen. Hè? Nee, gewoon zo. Kijken. Ja. Maar ik weet ook, wat kun je doen? Kun je een emmer water in een auto met een hybride systeem, met batterij, kun je een emmer water inkappen? Ik denk, dat is toch ook niet de bedoeling. Ik vond het gewoon heerlijk, ook omdat je weet van, die zijn eigenlijk ook bezig met record pitstops te doen. Ja, ja. Dus die dacht van, we gaan even doorgeven dat we ons best gaan doen. We gaan nog altijd gaan met dezelfde pitstop. Maar ze konden toch wel iets doen met een stukje karton, gewoon even zo waaien of zo. Maar nu was gewoon... Doe alsof het melk, hè, dat komt beter denken. Maar dat was ik brandend gast. Maar dat was ik ook aan het denken. Want ik denk heel veel over Formule 1. Echt? Gedikt, hè? Ik ga terug met u praten. Is het soms... als je nu een airco-omgeving creëert... Je moet niet lachen. Ik weet dat weegt een pak meer. Maar je zit al met batterijen. Je zit al met al die systemen erin. Kan het soms niet voor een piloot... Kan je niet snellere rondetijden rijden langer als je fris blijft. En dan denk sowieso. Ik zo, als er nu veel van die wedstrijden als gisteren, dat je op een kantelpunt komt van, we gaan toch eens moeten bekijken of dat er een systeem zit om je pak fris en koel te houden. Want dus de drank dat die hebben, na 1 ronde is het al warm. Hè? Mark Hozes vertelde dat hij toen hij in Amerika reed, zoveel jaar geleden, dat hij een systeem had waarin er plastieke draden waren in zijn pak en waar dan koude vloeistof overging eigenlijk. Het probleem was bij hem dat die vloeistof uit de zak was gelopen en in zijn wagen was gekomen, waardoor die plastic dus eigenlijk gewoon nog warmer werd op zijn lichaam. Dus heel, heel goed, heel goed systeem. Maar dat was wel een irritant systeem. Dat was uit de zak. Ik ga terug met u. Maar er zijn systemen op de markt om effectief pakken af te koelen. Ik denk dat er toch... Maar deze was nu extreem. Maar die had ook zo, voor de race zag je Verstappen ook lopen met zo'n ijspak aan inderdaad. Maar dan doet hij dat uit als hij in die wagen kruipt, omdat het te gevaarlijk is, logisch. Ja. Het probleem is dat je eigenlijk je lichaam van binnenuit moet koelen. Dus eigenlijk door ijs te eten of zo, dat werkt beter. Maar dat is allemaal heel tijdelijk. Hè. Dat kun je niet... Je kunt dat geen 1,5 uur. Maar ik heb ook gehoord, bijvoorbeeld naar Norris en zo, dat die niet drinken tijdens het racen.
Dus hij is een van... Sergeant ook, die drinken niet, wegens de G-krachten worden ze toch maar mottig van. Die zijn dat niet gewoon. Ja. Dus die drinken gewoon voor de wedstrijd veel, maar niet tijdens de race. En ook omdat dat warm water is, of wat dat ook is. Ik denk dat dat ook wel... Gisteren heeft hij de eerste keer gedronken, zei hij. Allee, wij praten regelmatig. Omdat hij is ook een vriend van Max. Snap je? Vrienden van Max zijn mijn vriend. Wolfpack. Maar dus, dat is de eerste keer dat ze ook al van, ja, dat moet wel heel extreem zijn geweest. Als je dan de eerste keer begint te drinken in de auto. Je zag ook na die race dat ze in die cooldown room waren. Hoeveel last dat ook Verstappen en Piastri daarvan hadden. Maar dan gaan die dat podium op, terug in de hitte. En dan moeten die dat pak aanhouden, omdat dat verplicht is. Ja. Ja, ja, uiteindelijk zijn eigenlijk je zag Verstappen daar zitten aan zweten, echt terugstaan, afzien, dat hij dat pak niet even mogen, gewoon halverwege mogen doen. Echt wel iets tegen die organisatie. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar... Betaalden ze niet genoeg. Mochten niet binnen of heb je geen ticketje gekregen? Nee, niks. Ik was niet uitgenodigd in Spa, maar dat is... Ben niet bevriend met Max Verstappen natuurlijk. Dat was ook niet echt op uitnodiging, ik wandel daar gewoon binnen. Uiteraard. Ik vond dat heel opvallend, gewoon die mannen hebben keihard afgezien. Je ziet dat die zich kapot aan het zweten zijn, ook van, ja, dat is protocol, dus dat mag niet. En daarachter de ambulances vertrekken, hè, met al de rest. Want er zijn toch een paar, hè, die naar het ziekenhuis zijn gegaan. Hè, voor een check-up, Albon en zo. Ik denk dat die allemaal is... zijn eigenlijk lookalikes op het podium, dat zijn ze zelf niet. Nee, maar dat is die wel, rijden eigenlijk niet. Het is wel echt typerend voor de racerij, omdat er zo gezocht wordt naar performance. Bij ons ook. We hebben bijvoorbeeld in Audi recht in de GT World Challenge, bij Come to You, en wij... Zeg het nog eens, sluit op. Dus ik heb nog een aantal sponsors dat ik wil vernoemen. Ja, zeg maar. Nee, we hebben daar 4 standen bijvoorbeeld van airco, en bijvoorbeeld stand 3 of 4 is constant, dat aanstaat. Stand 1 of 2 is enkel tijdens het remmen dat werkt, waardoor het geen performance pakt. En dan is het zo, je hebt die standen, en dan zeg je op voorhand van, hé, wat kan ik gebruiken? Ja, je hebt 4 standen, hè, maar je mag enkel 1 of 2 gebruiken. Dus dan zeg je nu al op voorhand van, durft, als zelfs dat je te warm hebt, van die performance te durven pakken. Ja. En dat is zo... Maar in uw geval is dat wel waarschijnlijk een hele coole race altijd, omdat je zoveel remt. Ik kan enkel met u praten. Nee, maar Sam wordt soms dat hij een auto gehaald onderkoeld. Hè. Echt, moet snel in een warme ruimte klaar worden. Maar als semi-pro, dan pakt hij wel zo'n kritiek. Dat was trouwens een van uw slechte woordmopjes dit weekend. Dat is Albon. Over Albon. Dat was echt de zwakste van allemaal. Ik vond dat keigoed. Ik was binnen als leider. Ik zeg, dat is Albon. Uiteindelijk... Je gaat terugvallen naar een mindere plek, dus... Ja. Goed. McLaren. Die waren... elke week, Jeroen. Elke week. Ik weet het, ik was vergeten waarom ik eigenlijk altijd heb geweigerd om hier te komen. Zou ik niet zo eens mee kunnen, op de slimste mens? Of is dat echt te hoog gegrepen? Is deze een... Heel eerlijk? Ja. Nee. Of dat hij gewoon 10 woordmopjes voor u meegeeft. Ik had echt ergens... Jij hebt me echt zo een sprenkeltje opgegeven bij de pauze van... Heel eerlijk dacht ik even dat... Wie weet dat in mij nu even zo van... Nee, oké. Zwart, we gaan het volgende moment. Dus... Oké, McLaren. Opnieuw iets heel positiefs. Ja. Die hebben die ommekeer gemaakt na de zomerbreak en die blijven presteren. Piastri wint op zaterdag. Ja. Mag je dat een overwinning noemen van jullie? Natuurlijk. Ja. Komt eerst over de meet tijdens een race. Voilà. Maar Gert Vermeer zou nee zeggen, want het is in een sprintrace, maar hij wint wel. Je wint toch van al de rest tijdens... Tuurlijk. Ja, een sprintrace is ook een race natuurlijk. Hè. Het is iets minder grandeur aan. Ik vind zijn tweede plaats eigenlijk even straf. Ja. Maar wel met een bemerking natuurlijk als Mercedes... Allee, die beelden gezien echt. Hij denkt echt van, wat gebeurt er hier? En... Jij, met tweede. In één bocht. Hè. Hij zei dat ook achteraf, hè, toen ze die beelden nog niet aan het bekijken waren. Zei hem ook van, ja, dat was ideaal voor mij. Ik kon gewoon rustiger voorbij gaan. Maar je ziet het grappig gezien. Zo'n beetje fishtailen en ineens iedereen weg. En echt, tada, zo open zee. Open zee, ja. Dat is heel tof. Maar Norris, Piastri, die wel opnieuw bewijst wat een potentieel die gast heeft. En ook vooral potentieel hebben, maar dat het er ook gewoon nu al uitkomt. Ik vond het een waanzinnig weekend voor hem. Ja. Allee, wat een teken is, denk ik, van zijn talent en wat je bij de greats of de potentiële greats ziet, dat is bij Verstappen ook, is dat zeer snel leerproces. Zo, Piastri heeft dit seizoen al verschillende fouten gemaakt, heeft zelfs op een bepaald moment niet echt zijn eigen kunnen onderscheiden in heel veel races, waardoor mensen zo begonnen denken van, goh, is die goed genoeg? Norris, die rijdt hier eigenlijk bijna naar huis. Maar die kunnen dat één keer doen en dan gaan die verder. Dus die bouwen dat heel snel op en die zijn heel snel heel compleet. En dat vond ik dit weekend bijna pijnlijk voor Norris om te beseffen dat
in een jaar tijd. Het is op hetzelfde niveau bijna. Ja. Op hetzelfde, en, maar dat iedereen ook bijna ziet van er zit meer in dan dat. Ja. En met bijna sprekend gemak, die komt uit een auto, is, heeft humor, ja, nuchterheid. Er is nog zo'n onschuld over hem, van ja, het is mij bijna overkomen. Dat merk ik ook wel. Dat is ook zo bij Verstappen en zo, de coolheid dat die mannen, ja, hebben. Dat is bijvoorbeeld zo'n Gasly en zo, zie je soms nog een plof. Je merkt gewoon dat hij zijn eigen heel kwaad kan maken. wat hij ook regelmatig doet, terwijl die mannen die zijn zo koud als iets. Als ze nu een helm kotsen, is dat ook wel lastig om rustig te blijven. Zo, echt zo, of een hak in de tijd, dus dat zijn allemaal zo onderkoelde, ja, figuren. Ik denk wel dat je dat nodig hebt. Ja. En plus het feit, hij is een ploegmaat, Norris, wordt ook wel aanschouwd als een van de beste, mm-hmm, rijders in heel de grid. Hè. Dus ja, het is geen pannenkoek. Ik denk dat we er nog wel van gaan horen. Ik ben wel benieuwd hoe die teambattle zich gaat ontwikkelen. Want nu wordt dat nog getolereerd, maar ik vond wel effectief van Norris en bijna pokerface op momenten, bij interviews, dat af te lezen viel van... Ja, ja. Met zijn humor kon hem zo nog een beetje de pijn coveren, ja, maar er was pijn. Vooral die ene opmerking dat hij zei van, ja, hij heeft niet zo'n overwinning, ja, voor ik er een heb. Oh, dat was al lachend gezegd, maar zeer. Volgens mij was dat ook wel een grond van waarheid. Ja, en ook maar in de radioboodschappen. We gaan dus nu aan de posities houden. Direct challengen, hè, van waarom juist zo? Ja. Toch? Je voelt dat daar een... Ja, er zit wel iets te broeien. Zo twee jonge rijders die... Ja. Op zondag was het dan, ik heb meer snelheid, zei je al lachend. Ja, ja. Hij meende dat niet echt, maar volgens mij toch ook eens om te testen, zou ik toch niet... Proberen, want ik ben er dichter aan het komen. Dus. En als het niet lukt, dan kon ik het op een mopje steken, want ja, iedereen kent mijn en persoonlijkheid. En die mop, die humor, die gaat, zoals like bij u dan, Sam, langzaam wegzakken. En dat gaat soms, ik denk... Dat gaat moeilijk zijn om te managen. Zo twee van die toprijders, dezelfde generatie. Dan komen we naadloos bij Mercedes, niet? Dat kan zeker, ja. Ik denk bij Mercedes dat het een opluchting was. Het zat eraan te komen. Ik denk dat die gisteren nog niet zo kwaad waren. Als het moest gebeuren, dan was het toch het perfecte moment. Ja, ja. Ze zijn niet allebei van de baan. Het was een duidelijke fout. Het probleem zou geweest zijn als 50-50. Ja, 50-50. Dan krijgen ze discussies. Nu was Hamilton direct 200% mijn schuld. Sorry. Zijn hand uitgereikt. Russell heeft gezegd, oké, die heeft zijn race toch nog kunnen redden. Die heeft echt een ongelooflijke race gereden, denk ik. Oh, heel goed weekend. Dus ik denk dat die nu wel kunnen beginnen met... Oké, we hebben het is uit het systeem. Dat die nu wel terug met meer respect gaan rijden. Ja. Of is dit een warning van Hamilton, misschien deels onbewust, van zover wil ik gaan om ergens... Om de macht te blijven binnen dat team. Van, bijna zo shots fired. Van, kijk, wat ik op het spel durf zitten, ik ga je niet zomaar voorlaten hier. Als er een kans is, dan ben ik nog altijd een racepiloot die committed is en die kans gaat grijpen, ongeacht of dat George Russell daar rijdt of niet. Ja, maar het was het een kans? Het was gewoon een fout. Maar je voelde het op voorhand toch ook al een beetje komen, die uitspraak, I'm a sitting duck here, tegenover al die andere rijders. Toen wist je eigenlijk al, die gaat... Iets heel agressiefs proberen. Hij is vertrokken op soft. Hè. Soft, ik denk, ja, dat was toch de enige, ik denk dat het enige plan was om zo snel mogelijk, voilà, iedereen voorbij te knallen en die een bocht als eerste aan te snijden. Maar, ja, dat was de enige optie die hij had. Voilà, hij is 20 centimeter tekort gekomen. Dat wat je zegt. En ook, ik ga terug met u praten. omdat ik zit veel in de buurt van die auto's. Wegens mijn vriendschappen. In heel de paddock eigenlijk. Maar dat zijn boten, hè? Dat zijn... Het is niet zo gemakkelijk tegen 280 per uur om die 20 centimeter in te schatten. Ik rijd met een BMW 7-serie. Ik moet zeggen, ik steek mijn hand op. Ik heb ook al elke afrit pak ik soms een auto mee. Dat ik denk, heb ik die nu geraakt of niet? Ook met George. Ik rijd ook auto's de gracht in. Maar dat is, het is allemaal niet meer zo... Dat vind ik jammer aan de Formule 1. Ze zijn zo groot geworden. Je kunt niet meer met drie in een bocht. Nee. Er gebeurt altijd iets. Dat is bijna onmogelijk, hè? Totaal fysiek onmogelijk. Zeker bij dit incident zag je het vooral als je de onboard zag. Zeker bij Russell. Dan wist je van, die kon echt nergens naartoe. Het enige wat je dan misschien kon zeggen in het voordeel van Hamilton, als hij even naar links gaat, Russell. Maar ja, wat had hij anders moeten doen? Tegen Verstappen moeten rijden achteraan. Veel opties had hij ook niet. 100% fout aan Hamilton. Ja, ja, veel sowieso. De effectieve botsing wel, inderdaad. Initieel waren wij ook van... Goh, die bijna intimidatie-move van Russell, moest dat? Maar langs de andere kant, moest dat? Dat mag. Hij rijdt op die moment voor Hamilton. Hij moet totaal niet de deur openlaten om te zeggen, hier is een cadeautje. Dus, hij is met zijn eigen race bezig. Uiteindelijk,
op dat moment is er geen contact. Het contact gebeurt wanneer Hamilton zegt van ik stuur nu in, en of dat je nu zei of niet. En ik rem te laat. Ja, rem te laat. Met een softband langs de buitenkant was de optie er om dat te doen. Maar niet hij als die andere wagen ernaast is. Hè? Hij mist ook dat hem die radius, die straal van de bocht, mee naar binnen moest pakken, want die snelheid en dan in het vuil zitten langs de buitenkant had ook niet gewerkt. Dus hij moest wel effectief naar die lijn waar Russell was, maar Russell was daar dus. Maar als we het hebben over die dynamiek tussen die ploegmaats, dan vond ik de eerste reactie van Russell wel het opvallendste. Want hij heeft eigenlijk 3 totaal verschillende reacties gegeven. Mm. En de eerste waarin hij meteen zei, dat is het tweede weekend op rij. En daarin voel je van, oké, die frustratie bij Russell, die is wel aan het groeien. En als Mercedes competitiever gaat worden volgend jaar, als dat zou gebeuren, dan gaat daar nog veel problemen komen, en denk ik. Daarom was ik is voor hun eigenlijk nog wel positief dat nu echt Hamilton zijn race was over, Russell hem nog kunnen redden. Ik denk, als die allebei er waren afgevlogen, dan had er iets... Dat was niet meer goed gekomen, denk ik, dit seizoen. Ja, een beetje Rosberg, maar, Hamilton in Spanje. In Barcelona. Ja. In 2016. Ja, een beetje dat. En dan... Allee, die relatie zat al slecht en die is nooit meer goed gekomen. Ik denk wel dat er hier nog meer ruimte is om het goed te krijgen. Ja. Maar langs de andere kant, we zitten nog niet eens op het moment dat het echt gaat om te winnen. Ja, dus het gaat enkel intensiever worden. Je merkt zo, Russell had vroeger altijd heel veel respect voor Hamilton. Ik denk dat daar langzaam wel... Ja, ik denk dat dat eigenlijk al wel... Dat we daar voorbij zijn. Zou Russell misschien ook niet ergens verwacht hebben dat Hamilton nu wel richting pensioen zou beginnen neigen? 38 jaar. Ja. Maar de jaren beginnen tellen. Of als in een rol van mentor zou opnemen, wat... Niet aan het gebeuren is. Ja, het is zo of dat je een kangeroewoning, mijn schoonouders, we pakken ze binnen. Hè. Heel tof, veel respect voor, totdat die effectief uw ijskast leeg eet. Lang op toilet blijven zitten en zo'n gevoel te frustratie zitten. En ja, ik denk dat hetzelfde systeem is. Ja. Maar is dat niet als topsporter ook een stuk het psychologische van... In het geval van Russell kan hij niet anders dan van Hamilton een lichte vijand maken in zijn hoofd om zijn potentieel te kunnen gebruiken. Want als je geïntimideerd wordt door de grootheid van Hamilton... Wat gebeurt... Ik denk bij bijvoorbeeld Van Doorne, Alonso is een stukje gebeurd. En er zijn ook keiveel voorbeelden waar je dan zo je heroes meet plots. Mm-hmm. En die zitten plots in je team. Stroll, Alonso, ook een moeilijke. Ja, ik denk dat Russell dat wel goed aanpakt. Dat is topsporter van te zeggen, ik kan hier een klootzak zijn. Want dat is de enige vorm waarin ik eventueel voor Hamilton kan finishen. Het verschil natuurlijk ook met Stroll, Alonso is. Stroll komt nog niet tot aan de enkels van Alonso. Van Doorne was ook niet van het niveau van Alonso. Met alle respect voor Stoffel, Alonso is gewoon wereldtop. Russell, ja. Hamilton is toch altijd een van de beste aller tijden. Dat blijft zo, maar Russell heeft wel het potentieel om ook ooit wereldkampioen te worden. Dat zat er misschien minder in bij Stroll en bij Van Doorne. Maar Stoffel is ook persoonlijke vriend trouwens. Dus let op je woorden, wat je zegt. Maar ik denk wel, je moet ook bekijken, je komt als jonkie in zo'n team met zo'n legende. Heel dat team, om je dan... Gelooft die je kent. Ja, om je dan als een klootzak op te stellen, dat vergt heel grote ballen. Ja. Want je zit in een omgeving waar ze u bekijken als je hebt hier niks te zeggen, jij moet maar volgen. Ja, ja. En je moet dat plafond doorbreken, je moet laten zien wat je kunt. En dan moet je soms echt effectief, zoals jij zegt, en zoals jij eigenlijk ook zei, de klootzak uithangen. maar ik denk dat je dat niet mocht onderschatten. Dat is niet gewoon op het circuit, dat je een deur moet toedoen. Dat is in het team vechten voor alles. Meer zelfs daar dan... Tijd op circuit is eigenlijk veel beperkter dan de tijd die je spendeert binnen je teamstructuur, binnen de fabriek. Het is een heel dunne lijn inderdaad om te durven die bijna arrogantie aan de dag te leggen, maar niet te worden gelabeld als in jij respecteert het proces niet. En dat vind ik dat Stroll wel goed doet. Die duwt gewoon zijn trainer gewoon tegen de grond. Hè. Dat vind ik dan wel van, dat is ook een manier. Ik denk dat een trainingsoefening was. Van, elke keer dat je uit een auto komt, moet je zien of je nog kracht genoeg hebt om mij over te duwen. Ik vind dat een toffe evolutie. Laten zien dat je een klootzak bent, uit je auto springen en gewoon iemand neerslagen. Om te laten zien hoe badass dat is. Maar bij Mercedes is dat wel, denk ik, minder gemakkelijk dan bij sommige andere teams. Bijvoorbeeld als we die vergelijkingen maken met Alonso. Ja, er is geen ploeg waarin effectief het team zo van Alonso is geweest. Ja, Mercedes is Hamilton, hè. Ook al is Russell een beschermeling van Toto Wolff, het is nog altijd Hamilton's team. Je voelt dat aan het veranderen is. Allee, ik toch. Ik zie dat toch een beetje. Vooral nu dat met Alonso en de resultaten van Russell en zo, die kunnen toch niet anders dan ook op Russell beginnen inzetten. Ja, dat is eigenlijk een toekomst. Als ze er nu niet in geloven, dan moeten ze En hij laat toch zien dat hij met die race van gisteren, ik denk dat van iedereen die gereden, dat hij echt het strafste... Heel het weekend eigenlijk. Hè? Allee, van Russell zeker na heel die... situatie in Singapore, waar hem zichzelf elimineert. De laatste ronde, dat podium verliest. Ja. Dat zo belangrijk podium, ook voor hem persoonlijk.
om daarvan te kunnen terugbouncen met autoriteit, dan moet je toch wel een persoonlijkheid hebben. Om in die omstandigheden heel dat veld in te halen, ik vind dat niet te onderschatten. Ja. Wat ik wel opvallend vond ook, is Toto Wolff die is er niet bij. En dan ineens hoor je die via de radio. Dat vind ik zo ongelooflijk raar. Die is daar niet bij. En toch, ik zal maar even vanuit Londen zeggen... Zo precies mannetjes, vanuit zijn badkamer, zijn iPad staat er, zijn spiegel is aangedemd van de douche. Toch super bizar. Dambrosio, waarom zat hij daar dan eigenlijk? Als hij niks te zeggen heeft. Letterlijk, die zat er met die koptelefoon bij dat bakje. Ja, omdat dat impact druk aan dat knopje waarschijnlijk. Dat knopje voor Toto. Die kreeg een WhatsAppje. Maar ik denk wel dat... Ik denk dat gisteren dat hij gewoon in zijn bedje zat te kijken en ineens gebeurt dat. Dat is de grootste nachtmerrie van elk team. Ik denk dat je aan niemand anders mocht overlaten van, regelde jij het? Allee, je twee piloten zijn aan het koken, je team is aan het kijken. Ja. Ik denk dat je dan wel zelf even zegt van, ik zal even... Ze zijn ook al zitten effectief doorbellen. In zijn bed, die heeft met zijn headset op en, en zijn ding, zijn bakje. Hij heeft ook ondertussen een handoperatie gehad van het marmeren nachtkastje kapot te slaan, want die moet iets kapot slaan. Ja, ik denk dat dat niet de bedoeling was, maar dat zo uitzonderlijke situatie was, dan moet een baas wel even iets laten weten. Ja, ja. Lance Stroll, hij is al genoemd. Was niet fantastisch dit weekend, een beetje een understatement, denk ik. Was 17e op vrijdag in de kwalificaties en bijna een seconde trager dan Fernando Alonso. Dat is een gigantisch verschil. Dan inderdaad zijn personal of zijn performance coach geduwd. Achteraf dan ook nog een redelijk gênant interview gegeven, als je het mij vraagt. Dat was echt heel zielig. Ik weet het is de zoon van de baas. Allemaal handig en... Waarschijnlijk gaat hij daardoor in het team blijven, maar dat is toch niet houdbaar meer. Als we zo kritisch kunnen zijn over anderen, over Nick de Vries destijds, hij is niet goed genoeg om in Formule 1 te rijden en dan wordt er na 10 races uitgegooid. En we zijn zo kritisch over Perez bijvoorbeeld ook en terecht. Lance Stroll, heeft hij nog wel een plek? Maar ik denk dat het ook van in zijn... Soms denk ik van, hoe zou ik zijn? Ik denk dat dat zeer moeilijk is. Je wordt gewoon bekeken door de buitenwereld als zo van. En het feit dat je je zitje niet kunt verliezen... Het is niet gemakkelijk. Ik denk dat dat moet andersom dan denken. Ik denk dat het heel moeilijk is. Hoe moet ik het zeggen? De luxueuze positie vind ik nog altijd zwaar te doorwegen van... Je zit er in the first place omdat je in een luxueuze positie zit. Dus daar moet je heel blij mee zijn, want iedereen wil daar rijden. Maar ik vind ook wel... Dat maakt ook niet goed voor alle zware vooroordelen die er zijn, alle kritiek. Je wordt sowieso meer onder de loep genomen. Zelfs wanneer je het goed doet, is het... Ja, maar het is omdat je de zoon bent... En waarschijnlijk krijg je beter materiaal. Dus sowieso heeft hij heel zijn carrière moeten battelen met dat gegeven. Dat is ook niet gemakkelijk, weet je. Uiteindelijk, hij heeft heel veel geluk dat zijn vader het kan betalen. Maar zou iedereen dat niet gewoon accepteren dat zijn vader dat kan betalen? Ja, het feit dat je nu wordt bekeken als vol in die wereld... Kun je ooit eigenlijk echt wel respect krijgen? Als je goed genoeg bent, kan je respect krijgen. Hè? Ik denk... Als je niet geen seconde trager bent dan je ploegmaat in de kwalificaties, dan kan je respect krijgen. Want het is inderdaad niet evident, maar langs de andere kant is het ook wel handig om te weten, ik wil in de Formule 1 geraken, ik ga mijn zitje krijgen. Maar je moet het nog altijd wel bewijzen op het veld ook. Hè? Op de baan. Het veld, ja. Ik kan nu ook even, ik wil toch even, voordat we weer mensen beginnen neer te halen, zo'n slechte... piloot is het ook weer niet. Hè? Die net toch al dingen laten zien. Hij heeft mijn gebroken hand. Hij is beter als hij zijn hand heeft gebroken. Maar in de tijd heeft hij toch heel goede dingen laten zien. In de regen en zo, heel straffe. Ja? Komt er te weinig uit, maar dan denk ik ook van heel dat veld zit, heel dat middenveld zit zo'n Bottas. Ja. Allee, ik vraag me af. Wat is daar mee gebeurd? Ja, het is toch hetzelfde niveau. Ja, 3 keer op een podium gestaan. Dat kan Hulkenberg niet zeggen, bijvoorbeeld. Ja, maar natuurlijk, het is een andere auto. Maar ik wil wel zeggen, hij is niet goed. Maar het is ook niet de slechtste die er rondrijdt, denk ik. Soms wanneer je recht vanuit je steen spreekt, kun je echt wel lieve dingen zeggen. Nee, maar ik heb gewoon... ik vind dat soms... Mensen zijn zo heel hard voor... papa's kindje en zit in zijn auto en kan niks. En je bijna blind wordt. Ja, zijn gedrag natuurlijk, als je coach begint te duwen voor het oog van de camera's en je geeft een interview waarin dat je toch wel een beetje een verwend nest lijkt, dat helpt niet natuurlijk. Ik weet niet wat die coach heeft gezegd, hè, voor gruwelijke dingen. Voor hetzelfde geld zegt hij iets over pedofilie. Lance Stroll. Nee, maar die context weten we niet. Maar dat laat wel, je kunt ook anders bekijken, laat zien dat hij nog altijd vuur en passie heeft. Hè. Dat is iemand die daar... Het ruipt er niet altijd af, moet ik zeggen.
Nee, dat is waar. Maar ik denk als je het objectief moet bekijken, het is gewoon een uiting van frustratie. Mm. Die frustratie komt meer en meer vanuit, en daar begint het, hè, in data te zien dat hij niet aan Alonso geraakt en geen idee te hebben hoe dat hem dat goed maakt. Hij is ook doorheen dit jaar, met hoe de auto geëvolueerd is, ze zijn niet heel veel geëvolueerd, maar wel een beetje. En eigenlijk in een richting die minder en minder bij hem past. Dus hij begint ergens letterlijk grip te verliezen op de situatie. En dan worden eigenlijk gemakte wagen ook gek. En dat is in autosport ook moeilijk, want de chrono die ligt nooit. Je kunt dat niet forceren, je kunt geen goede rondetijd forceren. Je moet je doen. Dus dat betekent, je moet elke bocht goed doen. En dat, hij begint bijna wanhopig te worden van hoe kan ik deze goed maken? En dan... Hij doet het op een kinderlijke manier. Het is een frustratie, is te kinderlijk. Zijn trainer duwen, tijdens interviews eigenlijk bijna het verwende nest uithangen. Dat is niet juist, maar de oorzaak ervan, zoals jij ook aanhoudt, snap ik wel ergens. Daar kan ik wel begrip voor ook, hebben. Ik vind ook, we kijken dan Stroll van, oeh, papa heeft geld, papa heeft ding. Maar al de piloten die nu meerijden, die daar gewoon zitten omdat ze een gigantische sponsor achter hun hebben, die er keiveel geld in pompen. Ik vind dat op hetzelfde niveau, maar dat wordt dan niet benoemd. Hè? Zo de mensen die er zitten met de sponsorscontracten, of de motorcontracten. Daarom, dat is eigenlijk dezelfde techniek. Hè? En als ineens de motorleverancier verandert, en die hun zitje verdwijnt ook. Hè? Die komen gewoon mee. Zijn eigenlijk een half van uw vrienden. Een half van uw vriendengroep die... Dat is zo. Daarom dat ik toch een beetje nuance vraag voordat je die mensen aanvalt. Ja. Snap je. Nog één ding voor we moeten stoppen, want we hebben nog een kleine 5 minuten. Ferrari, op zondag, met 1 wagen maar aan de start, door problemen met de wagen van Sainz, vond ik ook wel heel opvallend dat ze gewoon zeggen, ja, dan gaan we maar met één wagen rijden. Laat het maar zo, het is niet erg. Dat is toch... Ja, als je natuurlijk niet aan de praat krijgt, kun je niet veel meer doen. Denk. Dus bedoel, ze zijn redelijk aan de oppervlakte overgebleven. Hè. Het was iets met de benzine. Ja, brandstoftoevoer. Toevoer. Ja. Dus natuurlijk essentieel om te rijden. Dat er is dat zo? Ja, jij bent een semi-professionele rijder. Jij moet het weten. Vertel ons eens iets over brandstof. Je bent enkel aan het fuelen, hè, om harder terug te komen. Dus bij mij is er geen brandstofprobleem. Ik vind dat jammer. Ik zou zo graag een Ferrari... Langs de ene kant vind ik het ook wel leuk, alle memes en zo het klungelende team. En dat is al jaren aan de gang. Hè. Maar het mag wel eens stoppen. Ik zou ze graag terug echt vooraan zien. Ja. Ze hebben zoveel te bieden, maar ik begrijp gewoon soms niet... Is dat Italiaans? Is dat typisch Italiaans? Vroeger werd het geleid door... Was het meer een Duitse structuur of zo? Meer discipline? Ja. Je hebt Todd, Frans, Ross Brown, Engels, en je hebt Michael Schumacher, Duitser. Ja, geen Italianen, hè. Dat was een heel duidelijke hiërarchie. Dat is volledig weg nu, maar ze krijgen het gewoon niet op orde. Spaghetti kookt er ook over. Het blijft maar op alle vlakken, het is heel raar. En effectief gisteren, dus Leclerc heeft meegereden en we hebben ook niet gezien. Hè. Die is 50 geworden. Die is verdwenen. Het is zo altijd bij Ferrari de laatste jaren, wanneer ze zoiets vinden en ze doen een update... Dan is hij even zo, Ferrari komt terug. En dan is er McLaren, die een veel betere update doen. Dus ze gaan direct terug in de schaduw zitten ervan. Ja. Dus dat komt eigenlijk, dat is altijd van korte duur zo. Die euforie is ook gewoon, dat is kort, maar het is ook nooit goed genoeg. Maar gewoon zelfs in de meeste basisdingen, bijvoorbeeld zo, we gaan nu naar plan A, we checking. Plan B, maar dan D, min 14, 38. Wat denk je daarvan? Denk je dan? Allee, zo die andere teams zien allemaal plan A, fuck it, dat is het. Dan zie je ineens de bevestiging zoeken bij de piloot. Vragen, de piloten die zelf ineens hun kun jij even de cosinus berekenen? Nee, maar ja, Sainz zegt zelf, ik ga nu pitten, volgende ronde, en ik ga dat doen. En dat. Tijdens de race is echt de wereld op zijn kop. En ik hoop dat ze dat snel kunnen veranderen. Ja, Fred Vasseur, die... Een paar weken geleden waren we er veel positiever over, hè. Ja, maar het is heel slecht geweest, het is dan terug. Beter geweest. En dan nu is er weer een wagen die gewoon niet meedoet. En dan wordt Leclerc vijfde, wat eigenlijk nog best degelijk is. Maar we zien bijna. Hem letterlijk niet in beeld gezien. Ja, ze kunnen bijna nooit echt een vuist maken. En, of toch niet voor lange duur. Dan kan het voor 1 Grand Prix, of dan kan het in Singapore, wat dan eigenlijk achteraf gezien... bleek de perfect storm te zijn voor Red Bull, waardoor dat alles mislukte. En dan kunnen ze daar een overwinning pakken, maar dat zegt eigenlijk niet echt hoe ver ze staan. Hè. Dus daarna is dat extra pijnlijk om zo dat contrast te zien. Maar eigenlijk waard niet goed genoeg om te winnen, maar het is gewoon daar wel gebeurd. Dus Ferrari heeft toch heel veel werk. Hè? Maar die gaan er wel altijd in blijven. Hè. Dat is wel ook een constante. Dat is ook zoiets. Je weet dat die... Voilà.
Die hebben weinig druk, denk ik. Ja, veel druk, maar toch tegenover andere teams. Die kunnen nog een Toyota die zegt van, om de zoveel tijd, we zijn weer weg. Allee, dat is zo. Bij Ferrari, je weet van, ja, die zullen altijd aanwezig zijn. En de FIA zal alles aan doen om die erin te houden. Dat zal ook wel mee te maken hebben, denk ik. Maar ja, het is te hopen dat ze snel, want ik kan niet zo snel een Ferrari kopen, denk ik, als ze zo blijven doen. Oké, nog 5 grote prijzen. De volgende is die van de USA in Texas. We gaan nog 2 keer naar Amerika, want de voorlaatste is die van Las Vegas. 5 grote prijzen. Hoeveel keer gaat er nog een Red Bull op 1 staan van die 5? Kom, we gaan nog naar Texas, naar Mexico City, naar Sao Paulo, naar Vegas en naar Abu Dhabi. Ik denk en ik hoop nog 5 keer. Ja. Hij mag het nu echt laten zien dat hem... Ik denk dat hem nu misschien zelfs... Ja, bevrijd niet. Hij is al maanden... Hij is eigenlijk verlost van het zware donkere beest. De concurrentie van Perez eindelijk is weg. Ja, je gaat nu zien. Wat gaat hem nu doen, hè, als hij bevrijd? Ineens iedereen... Je zag die emotie ook gisteren. Het stroomde eruit. Iedereen 3 keer dubbelen vanaf nu. Hè. Nu gaat hem echt eens losgaan. Ik weet het niet. Een ontspannen Max. Ik wil het wel eens zien. Maar ik hoop dat hem... dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Als hem nu ineens zou zeggen van... We gaan een beetje rustiger aan doen. Het is goed geweest. Maar dat zit niet in hem. Nee, daarom. Ik denk dat we niet veel verschil gaan zien. Ik denk ook 5 mogelijke potentiële en zeer potentiële overwinningen voor Red Bull. En dan bij Red Bull denk ik echt wel Verstappen. Niet echt Perez. Misschien in Mexico City. Misschien dat hij daar ineens nog eens... Maar ik heb nu gehoord dat ze in Mexico zeer vijandig staan tegenover het Red Bull-team. Dat die komen. dat je over de hoogte ging spreken. Nee, dat ze daar reden. Nee, maar echt dat Red Bull al gevraagd heeft om wel... Doe normaal, de fans. Dat ze heel kwaad zijn. Dat ze denken dat ze Perez zo hard zitten kloten. Slechte wagen geven en voodoo-popjes. Uiteraard. Dus ja, dat wil ik ook nog wel eens zien, wat de sfeer dat daar hangt. Dat wordt op. Dat is over 3 weken. Over 2 weken gaan we naar de USA, Jeroen. Bedankt om langs te komen. Sorry voor Sam. Dat is niks. Ik heb ermee geprobeerd mee. Ik zit ook niet echt in zijn vriendengroep, dus ik heb ook niet iets te verliezen. Nee. Bij mij enkel... Professionele piloten, geen semi-professionele, Sam. Sam, je bent er opnieuw over 2 weken? Ja. Ja? Oké, goed. Over 2 weken is de grote prijs van de USA. Dat is opnieuw een sprintrace. Dus vrijdag, zaterdag en zondag kan u dan kijken op Play Sports. En maandag zijn we dan opnieuw met een nieuwe aflevering van de Paddock. Dus heel graag tot dan. Salut.